Mijn naam is Chris Vellinga, ik ben het hoofd van de afdeling schilderijen. En aan mij de eer om dit prachtige schilderij aan u voor te stellen. Ik zou haast zeggen om deze persoon aan u voor te stellen en ook de persoon van de schilder. Want het is niet zomaar een schilderij, het is een schilderij van Isaac Israels. Isaac Israels, dé grote Nederlandse impressionist. Ook de zoon van de misschien zeker zo beroemde Jozef Israels, een van de medeoprichters van de Haagse school. Kortom, een hele artistieke familie met veel schilderijen van Isaac. Isaac Israels is vooral bekend om zijn prachtige schilderijen van mannequins, van zijn strandgezichten met kindertjes op een ezel, maar hij heeft ook diverse Javaanse voorstellingen gemaakt. Gamelan Orkest zit ook in deze veiling. Maar dit is wel een hele bijzondere Javaanse voorstelling, namelijk een portret van een zeer aanzienlijke prins, Radamas Georgiana. Radamas Georgiana kwam naar Nederland in 1914 en studeerde hier, maar werkte met zijn Indonesische vrienden die hij hier had, ook samen en onder andere deden ze mee aan benefietevenementen. En op die benefietevenementen was Isaac Israels ook. En daar raakten ze aan de praat en raakten bevriend. Daarom, die vriendschap was zo goed dat Isaac Israels, die erg onder de indruk was van de Javaanse cultuur, heeft Isaac er ook meerdere portretten van geschilderd. Ook nog een dergelijke grote, maar ook kleinere. En dat gebeurde zo rond 1916. Nou, hoe weten we nu dat dat zo rond 1916 gebeurd moet zijn? Er is een portret van Isaac Israels bekend, een zelfportret. En dat is gedateerd 1919, dat hangt in een museum in Singapore. En daar op dat zelfportret zien wij op de achtergrond dit schilderij hangen in zijn atelier dus. En dat is heel bijzonder om dat te weten. Dat maakt die datering dus zeer waarschijnlijk 1916 zo ongeveer. Dit schilderij is in goede conditie, in authentieke conditie. Ook de lijst is zeer waarschijnlijk de oude lijst uit de eerste periode, dus van zeg maar rond 1916, 1917. Het is wellicht een klein beetje vuil, maar meer niet. Het is het oorspronkelijke doek, het is nog niet bedoekt, er zitten geen grote gaten in of schade aan. Het is gewoon in hele goede conditie. Authentiek werk, prachtig werk. Voor dit werk is ook een redelijke richtprijs natuurlijk, want Isaac Israels is zoals je weet een zeer gekende schilder. En Indonesische schilderijen of schilderijen met Indische voorstelling zijn al decennia lang, maar ook vandaag de dag nog zeer gewild. Dus we hebben voor dit schilderij een richtprijs van 200.000 tot 300.000 euro. De veiling van dit schitterende werk zal plaatsvinden op 28 augustus van dit jaar. Ik heet u van harte welkom om naar dit portret van Isaac Israels van Georgiana te komen kijken.